Nee, ik ben een bouwkundige ontwerper. Breda Nu. Je weet het meteen. De Nieuwe Veste was het toneel voor de uitreiking van de Beende Stem Cultuurprijs. Nadat alle kandidaten hun muziek ten gehoor hadden gebracht, werd Bas van Geels verkozen tot de winnaar. Kan je iets vertellen? Hoe is het begonnen? Ja, dat is 20 jaar geleden begonnen. Of eigenlijk ja, het jaar 2000 is het begonnen. Johan Diepstraat was een collega van mij bij NHTV. En was bovendien ook recensent bij Beende Stem. En, Johan is in september 1999 overleden. En toen hebben René van der Velde van Beende Stem en ik eigenlijk onafhankelijk van elkaar het idee gehad om de Johan Diepstraatprijs in het leven te roepen. Hoe is zo'n jury nou tot stand gekomen? Ze zijn begonnen omdat het vanuit de Beende Stemprijs gaat. Om te kijken bij de recensenten van Beende Stem, zoals Thijs Bonger, Peter Kors en ik, dat jarenlang waren toen we nog klassieke recensies hadden in de Stem. Jij houdt je altijd bezig met echt hoge muziek en zo. Dan is dit is eigenlijk voor amateurs, is het niet? Ja, het zijn zeker amateurs, maar dat maakt niet uit. Want ook bij de amateurs zijn er mensen die echt muziek maken. En die dan misschien technisch iets wat minder begaafd zijn dan professionals. Maar ik ken veel professionals die minder muziek maken dan sommige amateurs. Jij bent geen professionele muziekstudent of... Nee, ik ben een bouwkundig ontwerper. En ik heb 9 jaar pianoles gehad van Pieter van Dijk, net de deur, aan de muziekschool. En ik ben altijd doorgegaan. Dus van 1991 tot 2000 heb ik les gehad. En ik ben daarna doorgegaan op eigen houtje. Breda Nu. Je weet het meteen.